Hey, tof dat je weer kijkt. Nou, je ziet het, heeft zelfs een klein beetje gesneeuwd vannacht. En hier is nog wat blijven liggen. Ik ben op Oud-Reemst. Ik ga even lekker erop uit. Even lekker een middag in het bos in. Misschien nog even wat vogels kijken. Heel misschien dat ik nog wat wild tegenkom. Maar heb ik een beetje een hard hoofd in het midden op de dag. Maar in ieder geval zin om even lekker naar buiten te gaan. Ik ga lekker op pad. Let's go. Ja, dat is mooi. Kom ik hier net bij Oud-Reemst staan. En wat denk je wat? Wie zit er weer op zijn post? De klaphekster. Dat is toch wel weer een mazzeltje. Ik zag al een wit bolletje boven hier. Zo'n dorenstruik vliegen. Ik denk, dat kan niet missen. Kijken of we die in beeld kunnen krijgen. Leuk! Nou, dat is leuk. Ik begin hier ondertussen twee vaste prikken te ontwikkelen. Of eigenlijk drie. Klaphekster zie ik hier regelmatig op dit stuk. Heel veel zangvogeltjes, vinken, koolmezen, goudhaantjes, noem maar op. En dan hoor ik ook alweer een zwarte specht roepen. Dus nou ja, dat is eigenlijk de derde. Even kijken of ik die kan vinden. Dat zou heel cool zijn. Nou, die zwarte specht die zit dus daar ergens. Ik hoorde er twee, maar ik kan hem niet vinden. Dus ik ga nou even langs de buitenkant proberen van het bosvak. Misschien dat ik hem nog kan vinden. Ik ben benieuwd. Nou, ik heb die zwarte specht wel gezien. Het waren dus als twee. Maar het was een klein probleempje, want ja, die beesten die zitten dan hier ergens in dat eikenbos. En die vliegen de hele tijd wel heen en weer, je hoort ze wel, maar probeer ze maar eens op camera te krijgen. Dat is niet te doen. Dus ja, je moet me maar op mijn woord geloven, ik heb ze gezien. En we gaan nu weer even verder kijken of we nog wat andere mooie dingen kunnen vinden. Nou, inmiddels weer lekker op de terugweg. Bijna weer bij mijn startpunt. Dus op de terugweg nog even kijken of ik nog een paar reeën kan vinden. Dat zou ook wel leuk zijn. Dus fingers crossed. Nou, onderweg naar huis nog even gestopt. Even kijken of ik nog een paar reeën kan vinden. Ik loop nu op een stuk wat een beetje landbouwachtig gebied is met heel veel bossages. En daar houden reeën heel erg van. Vinden ze mooi, kunnen ze namelijk voedsel zoeken en zich een beetje verstoppen. En ik ga eens even kijken of er nog een paar te vinden zijn. Nou, op de valreep nog een mooie ree. Daar ben ik blij mee. Toch wel altijd wel gaaf om te zien. Ik had eigenlijk gehoopt op een groep. Want wat doen die reeën in de winter? Dan gaan ze groepen vormen. Sprongen heet dat. En zo'n sprong die kan tot wel 10 reeën bevatten. Dus dat zijn behoorlijke groepen. En ja, dan is het wel een stuk makkelijker om ze te vinden. Maar helaas, het was er maar eentje. Anderzijds, het was wel weer een mooie ree. Dus ik ben er blij mee. Ik vind het altijd wel fijn als mijn vermoedens een beetje kloppen. Net als eerder op de middag al met die klaphekster. Ik liep net, daar stond ik net in het bosje. Daar is een kijkscherm en vanuit daar zag ik die reeën. En ik dacht al, joh, in de winter die reeën die lopen eigenlijk nooit alleen. Dus ik had even een ander pad teruggenomen. En wat denk je? Zie ik daar tegen de bosrand, zie ik opeens weer van die lichtbruine vlekjes tegen de bosrand aan. Camera erop, ja hoor, 4 reeën. En waarschijnlijk dat er daar in de bosrand dat er nogal meer lopen. Daar heb je hele grote kans van. Alleen die zijn gewoon heel moeilijk te zien. Reeën die zijn heel goed gecamoufleerd met dat bruin. Je ziet het eigenlijk vaak alleen naar hun witte kont. En dan kan je vaak herkennen van, oh hé, er loopt wat. Of ze moeten echt gewoon voor het groen staan. Maar anders zijn ze bijna niet te vinden. Maar als ze met wat meer zijn, dan wordt het toch al gauw wel een stukje makkelijker. En zeker dan in de winter. Want dan, ja, dan zijn ze gewoon met een groepje. Dan kan je ze makkelijker eruit pikken. Dus ik vind het wel heel leuk dat ik nou alsnog even een paar reeën gevonden heb. En een mooie afsluiter van de dag wat dat betreft. Ik hoop dat jij het ook leuk vond om mee te kijken. En hoop ik natuurlijk dat je de volgende keer ook weer kijkt. Zie ik je dan weer. Tot dan!